Hallo semuanya, ini Cahaya, ini Cinta, and today we shall make enchilada, burrito, enchilada. Yeah, enchilada, the burrito is made of with gehakt and anga ayam. So, and packets, if you add a crowd in there. So, burrito, tequila, sauce mix, what? And then sauce. You need gehakt, 300 gram, maar ik niet 267. Paprika, geel en rood, crème fraîche, en kaas. We always do this because it's lekker. It's yeah, it's met Mexicaan. It's niet schimmel. Ja, niet schimmel. Dit is gewoon. Is paprika erbij? Ja, is uw alles ik wil drinken. Oh, wacht, ik heb normaal te drinken hier. En dat ga je dus nu mixen. Het is dan met water. Nu gaat het gewoon katten, dus dan kunnen we ook niet de camera uit te doen de hele tijd. Vandaag gaan we proberen. Hoi! Ik ga de kruiden, de sausmix nu maken. Die van de net, ik heb net mijn meester hierin gedaan, maar ik moest daar doen. Dus wat we gaan doen is, oké, dit is een lepel. Doe een grote lepel, want ja, dat wordt heel erg handig. We pakken even de crème fraîche. We gaan het ja, zo openmaken. En we pakken alles eruit. Zoals je kunt zien, heb ik alles eruit gedaan. Nou, bijna alles. En we gaan daar alles eruit gedaan. En we willen dat alles eruit gedaan. Want wij hebben echt altijd een fight over de sausmix, want ja, we allebei willen het maken. Ja. En iedereen wil de sausmix, want de sausmix is ook heel erg lekker. Dus nu gaan we de sausmix. Je moet alleen hoeveel water heb je in gedaan? Ik heb helemaal niks van water genomen. Dat komt eigenlijk weer dat er maar de eerste dit, maar je alleen maar de crème fraîche en de sausmix erin. Voor de saus staat er met de sausmix met de crème fraîche en 2 eetlepel water. Oh. 2 eetlepel. Moet dat doen? Die zal ik hierin. Ik doe het wel. Ik doe dat. Nee, ik wil het doen. Ik wil het doen. Want jij bent dat aan het doen. Dat is echt lekker. Dan. Wat? Wat is er? Nee, ik moet niet met die doen. En daar heb je 2 eetlepels in. En ik denk dat dit ongeveer 2 lepels is. Gaan we erbij doen. Sorry als het te veel is. Daarna ga je saus met z'n allen. Oké, dan heb ik en de sausmix is heel erg lekker. Dus dan gaan we alles erbij doen. Maar wel lekker in deze. En nu gaan we dat roeren, allemaal bij elkaar. Ik heb een beetje te veel water bij doen, maar dat is oké. Okay. Maar altijd een beetje. 2. Water, right? Yeah.
lepeltje. Wat? Van links. Was de tweede lepel altijd een beetje stress voor mij? Omdat. Oef, alles gaat goed. Oké, kijk. De meeste komen en ik heb niet zoveel plaats meer. Dus ik moet het op random doen. Dat is oké. Kijk, dit is een bobbe. Wow, she is skinny. Ja, daar doen we wel wat meer straks. Oké. Okay. Alles gaat op de grond. Everything's going well? No. Oké, okay, niet te veel eten. Ja, dat is de laatste. Ik wil ook nog. Ik moet ook sommige bijwerken. Sommige lijken zijn een beetje skinny. Okay, deze is klaar. Oké. Okay. Een beetje. Oké, okay. Het past. Het is goed leggen. Dat is zo bijna. Iedereen. Dus meestal weten we niet eens waar we moeten snijden, omdat er zoveel kaas per kaas is. Normaal is het gewoon een beetje. Dan doen ze gewoon dit normaal. Maar ja, dan doen we gewoon zoveel. Dus gewoon heel de zak. Meestal is dit zoveel is voor pizza. Dit is voor 6 enchiladas. Burritos. Enchiladas maken we. Ja, maar het is juist. Met de burrito en het is zo messy maken. Laat die uit. Oké, en nu je al de kaas op hebt, ga je de kaas, de enchiladas, in de oven. Of ik ben nog niet, of ik ben niet klaar met dat. Oké. Doe het zo. Ik denk jullie dat misschien 8 kinderen doen nooit opruimen, maar wij doen altijd opruimen. Het is gewoon normaal geworden voor ons om dit te doen. We hebben echt vorige keer toen we dit deden, was het zo leuk. Ik zou het nu over. Kijk dit. Dat is gewoon heel op de tafel. Oh ja, we doen ook de tafel. Maar dan zeg ik tegen onze ouders, wie ziet ook altijd dat? Kijk, als je een kind bent, dan ben je een lazy challenge master. Dus ja, doe het maar. Daar vind je het. Kijk, dit is van Charlie. Ja, Charlie Boek. Hij, ja. Oké, dus nu gaan we de tafel dekken. We maken met deze soort borden waar ze duiken in het soort kom en ja, het is best goed voor dinner. En ik ga alvast de water in het schenken voor iedereen. Oké, en dit was net in hier en nu in de machine. Dus ja, ik doe ook de pom. Er zit altijd nog veel in, dus dan doen we dat in de ja, dat doet saus erop. Dus ja. Dit is zo kijk, dit is wel een beetje. We zijn nog op de tijd, we hebben nog 5 minuten. We zijn al bezig. Het is gewoon als we in de shopping zitten. Ja, ik zeg al. Oké, we hebben nog 1 minuut.
Maar dit zit daar ook de rest echt mee. Oh ja, maar ik heb nog dit. Oké. De step, de snel. Ik ga het doen, maar altijd. Hallo, ik kijk naar sorry. Don't do it. Oké, dus hier zijn de step. Ik zou vorken hiervoor. En messen. Oh ja, en messen. Oké, hier zijn de messen die we gebruiken om alles te krijgen. Alles te gaan. Oké, ik doe dus mijn brushes. Pak de plank. Dan ook de plank. Oké, dit is onze vieze oven. Vroeger hadden we een andere, die was viezer dan dit. Dus af voor een Hallo guys, hallo semuanya. Udah. Udah. Inshallah dan ya, nah makan. Sekarang makan. Selamat makan cinta cahaya. Makasih udah masak buat bunda sama papa. Ya. Bunda enggak makan. Iya, bunda enggak makannya, bundanya lagi sakit. Selamat makan cinta cahaya. Ik doe meer kaas voor papa. Ik doe meer kaas. En smeer kaas. Ja.